Nou, misschien raar om te zeggen, voor ons heeft het ook een stukje rust gebracht. Wij zaten de dagen voor deze lockdown enorm in een crisis in verband met personeeltekort. Heel veel mensen die getest moesten worden met coronaverschijnselen, et cetera. Groepen zaten echt wel vol. Je merkte dat ouders toch massaal gebruik zijn blijven maken van de kinderopvang. En wij echt op het punt stonden om locaties te sluiten omdat we geen personeel meer hadden. En vergeet niet, onze mensen hebben het hele jaar door 2020 moeten werken. Wij zijn niet dicht geweest. We zijn in de beginperiode zelfs 7 dagen de week 24 uur per dag open geweest. Mm-hmm. Waardoor met name onze medewerkers gewoon op de groep gewoon geen vrij hebben kunnen pakken. En ook nu weer in december, lijkt een beetje op de zorg, werden alle verloven weer ingetrokken. Want we kregen het anders niet rond. Ja. Dus ons brengt het even een stukje rust. Maar hebben jullie veel last gehad van besmettingen dan onder het personeel? Ja, eigenlijk is het gewoon het verschijnsel wat je op dit moment in heel Nederland ziet. Je ziet gewoon het aantal besmettingen nemen toe. Het speelt ook bij dat ook een stukje angst toeneemt. Hè. Medewerkers die hebben ook familieleden die besmet raken. Je werkt natuurlijk met kinderen, daar ben je heel kritisch in. Dus onze medewerkers zijn er uiteraard heel voorzichtig mee. En dan zijn we natuurlijk bang ook om andere mensen te besmetten. Dus het is eigenlijk een optelsom van zowel eigen besmettingen, familieleden en et cetera. Dus, en misschien ook wel een beetje het coronamoe zijn. Ja, mensen zijn ook wel goed toe echt aan vakantie en even niet het verhaal corona horen. Dat speelt ook zeker mee. Dat denk ik ook wel. Maar hoe gaan jullie om met ouders die onder de vitale beroepen vallen, die eigenlijk moeten gaan werken op dit moment? Die kinderen zijn niet wel welkom op dit moment? Ja, kijk, de overheid is heel duidelijk in. In principe zijn wij voor iedereen dicht. Dus ook voor ouders in vitale beroepen. Wij zijn alleen open voor ouders in vitale beroepen op het moment dat ouders zelf de opvang niet geregeld kunnen krijgen. Dat betekent dus als jij je buur hebt gevraagd, je familie, je ooms en tantes, je ouders, en het lukt allemaal niet, dan pas ga je naar de kinderopvang. Ja. Dat is eigenlijk wat de overheid zegt. En wat we wel al zien, en dat hadden we ook wel voorspeld, dat toch ouders nu wat makkelijker denken, ik breng ze toch goed naar de kinderopvang, want ik heb een vitaal beroep. Dat is eigenlijk de verkeerde weg. Het moet eerst andersom zijn. In principe zijn we dicht. Als het echt niet kan, dan staan we natuurlijk uiteraard klaar om ouders op te vangen. Ja. Om kinderen op te vangen.